weer kijken naar een gloednieuwe vlog hier op mijn YouTube kanaal. Ik ben Kjeld en het is buiten echt heerlijk weer. Ik ga even naar buiten lopen. Oh, wat lekker weer is het. Gisteren moest ik nog naar school, maar vandaag ben ik vrij, want iedereen is wel vrij. Want het is Hemelvaartsdag. Morgen ben ik ook vrij, dus dan doe ik ook een vlog. Dus twee extra vlog. Dus eigenlijk komen er vier stuks achter elkaar. Dus dan hebben jullie wat te zien en zo. Maar het is heerlijk weer. Laat even weten in de reacties of het bij jullie ook zo heerlijk weer. Maar in heel Nederland is het wel lekker weer vandaag. Gisteren was het ook echt prachtig weer. Nu nog ietsjes lekkerder. Maar wij gaan even boodschappen doen. Meestal doen we dat op zaterdag, maar nu doen we dat twee dagjes eerder. Dus laten we daar even. Nou, we hebben de boodschappen gedaan. We hebben wat gehaald, onder andere beschuitjes, barbecue voor lekker voor vanavond. Lekker wat drinken. Hier, nou, dit is altijd zo lekker. Die heeft mijn neefje Sophie ook. Slimpie. Nou, dat is super lekker. Trouwens, Jul die vindt dat ook heel lekker. En we hebben hier lekkere knakworstjes. En lekker broodje, even deze. Dus nou, daar gaan we heerlijk van genieten. We zitten lekker in de schaduw, als je zo warm, ja. Dat, ja, gewoon lekker in de schaduw. Zo, wat heb ik toch heerlijk gegeten. Dit was echt super lekker. Beschuit met aardbeidjes. Nou, ik had een bolletje met aardbei, bolletje met knakworstje. Heel erg lekker snoet. Die zit steeds op hetzelfde plekje. Ons konijn, nou. Die is aan het luieren. Het is gewoon dik 25 graden. Niet normaal. Echt, ja, gewoon top weer. Maar dan gaan we even onderweg. Dus even naar de Leenbakker. En even naar Vliegveld Teuge. En nou, die beelden komen er nu aan. Zo, ik ben eventjes aan het kijken voor een dekbed. Ik vind trouwens deze erg leuk. Deze of at the beach. Alle zijn allemaal naam. Douwe, Rolf, Niels, Luca. Maar ik denk dat ik deze erg leuk vind. Ja. Ziet er leuk uit. Het is leuker dan wat ik nu heb. Dus echt mooi ziet het eruit.
gekomen. Het is heel warm geworden. Ik zweet me echt kapot nu. Ik ga zo even mijn hoofd een beetje onder het water doen. Ik kijk nu even de Giro, want het is natuurlijk spannend. Als je dat ook voelt met de Nederlander Tom Dumoulin. Het is Quintana valt dan aan tegenstander. Daar gaat hij, Tom. Lekker, Tom. Tom gaat het gewoon zelf proberen. Wat een man, wat een basis. Tom Dumoulin, Tom. We hebben lekker elkaar nat gespoten en heerlijk mes. Hier de barbecue. Wasmes. Toch hoort er toch een beetje bij je als het zo lekker weer is. Ik heb hier een heerlijk stokbroodje. Echt super lekker. Van de appie. Lekker hier wat salade. De bakplaat ligt aardig goed vol, dus we gaan er ook lekker van. Het is echt vol. Ja. Er kan ook geen vleesje meer. En ook geen ijs meer. Ook geen ijs, ja? Nou, nog wel even een ijsje binnenwerken. Dat dan nog wel. Het was net een beetje schaduw hier een beetje. Yo, yo, yo. Komt weer terug. Daar is Jules. Die is ook lekker aan het eten. Jij hebt ook... ben je ook vol? Nee, nog een flesje. Een ijs. Check, zo, ik heb een heerlijk ijsje gehad. En Jules die is weer commentator op die appelsap te komen. Wil je appelsap? Ik vond het dus wel lekker appelsap. Het is een beetje afgekoeld het weer. Ja, onze tuin ligt. De zon zit een beetje achter die bomen. Dus ja. Oh, lekker lekker. Ja, dat gebeurt soms ook wel een keer dat je je camera dan laat vallen. Maar dat is geen enkel probleem. Noem mij maar eens lekker verse appelsap van Julia's kraampje. 11,50 cent, zo meteen betalen. Nee, dat doen we niet. Ik krijg altijd gratis appelsap. Ja. Lekker hè? Appelsap. Ga je me anders meehelpen? Heerlijk. Om appelsap te verkopen. Komen er ook mensen bij je vaak? Ja. Ja. Gewoon mensen. Niet bekende mensen hoor. Neppe mensen. Ja. Nee. Ja, wel leuk zo'n kraampje hoor. Ja, maar. Top gedaan. We kunnen daar ook bij de stoep. Lekker kraampje. Maar ik denk niet dat... Snoetaar die ligt er ook relaxed bij. Oh. Die is de hele dag ik... al... aan het liggen. Echt niet normaal. Ik heb ook net even wat nieuw water in gedaan. En ik ga hier heerlijk... Oh, dat had Joel gedaan. Sorry. Sorry. Maar... ik stoot er zo met mijn camera. Waterflesje omver. Maar dat maakt niks uit. Ik ga hier even lekker van de zon genieten. In ieder geval. Dus ik dan toch binnen. En ik ga deze vlog afsluiten. Morgen weer een nieuwe vlog, zaterdag en zondag. Dus extra veel en hopelijk zijn ze ook extra leuk. Dus vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer gelijk dan even hier beneden. En dan zeg ik ze wel altijd, laters.